Theo Jansen, Lingewaard Nu. Toch nog gelukt om aan te schuiven bij deze coalitie. In het begin was het even spannend of het misschien met GroenLinks zou lukken en Lingewaard Nu buiten de boord zou vallen. Voelt het een beetje als tweede keus of was u er toch wel gerust op dat het goed zou komen? Tweede keus, ja, dat is altijd moeilijk om daar iets op te zeggen natuurlijk. Maar de kiezer heeft gesproken. En GroenLinks heeft 3 zetels en wij hebben ook 3 zetels. Laten we het daarbij laten. Dus het is in evenwicht. Ja. Nu een coalitie met Lingewaard Nu wel is gelukt, is eigenlijk de vraag van wat is met Lingewaard Nu wel mogelijk, wat met GroenLinks niet kon. Welke indruk heb je daarover? Nou, het is een beetje vervelend om daarop te antwoorden, omdat wij in de pre-formatiefase niet bij betrokken zijn geweest op dat onderdeel. Dus hoe de gesprekken zijn geweest, hoe ze gevoerd zijn, ja, daar waren wij buiten. Dus daar kan ik eigenlijk heel weinig op zeggen. Okay. Heeft Lingewaard Nu op dit moment wel het verschil kunnen maken als het gaat om deze nieuwe coalitie en het coalitieprogramma? Ik denk het wel, als je het programma leest en bekijkt. Dan, ik denk wel dat de kiezer heel goed ziet wat er aan de hand is in Lingewaard en wat er gebeurt. En als je nog even terugkijkt naar van hoe is dan het formatieproces gegaan, is natuurlijk de uitslag bepalend. En daar heeft ook de informateur op geantwoord, van die kant gaan we op. Dan gaan we gewoon onderzoeken. Nou, dan moeten wij als coalitiepartner die we waren op de handen zitten, want je hebt geen winst gehaald. Hè. We hebben een zetel ingeleverd, GroenLinks heeft 2 zetels gewonnen. Maar nogmaals, allebei 3, dus alle twee... een kandidaat mogelijk voor een positie in de coalitie. Nou, dat wordt onderzocht. En dan komt daar iets uit. En als daar iets uitkomt wat niet bevredigend is, ja, dan wordt een andere keus gemaakt. Zo simpel gaat het af en toe in de politiek. De coalitie blijft wat betreft de partijen hetzelfde als de vorige coalitie. Dat betekent dat die samenstelling toch een succesfactor is, denk ik. Wat houdt zo'n samenstelling precies in als het gaat om de chemie tussen de verschillende partijen en ook tussen de wethouders? Dat is altijd heel belangrijk in een coalitie, hè, dat de chemie is tussen de partijen, maar ook tussen de personen in het college. Dat sowieso, om maar een voorbeeldje te geven. Vanaf de herindeling 2001 is het de eerste keer dat de zittende coalitie hetzelfde aantal zetels heeft gehaald. Wel verschuiving geweest onderling, maar de coalitie is wel beloond voor hetgene wat ze gedaan hebben, want ze zijn stabiel gebleven. Maar dat is voor Lingewaardse begrippen eigenlijk uniek. Dan nog even een laatste vraag die gaat over de portefeuille. Verandert er nog iets in de portefeuille die u in de vorige coalitieperiode had? In mijn portefeuille verandert niet veel. Nee, ik denk dat die 80-90% hetzelfde blijft. En donderdag is het moment daar dat de raad de wethouder benoemt in het coalitieprogramma vaststelt. Ja. En dan kan het zijn misschien dat het toch een raadsprogramma wordt, of niet? Volgens mij ligt er voor de agenda voor zoals dat heet, een coalitieakkoord. En als de raad daarmee instemt, heb je automatisch een raadsakkoord.